De korfbalderby tussen de Peelkorf en SVOC 01 werd afgelopen zondag beslist in het voordeel van de thuisploeg. Na een 6-4 ruststand wonnen de IJsselsteinse korfbalsters met 13-8. Het was ook moeizaam. We hadden sowieso moeite, vond ik, om echt in ons eigen spel te komen. En ook de eerste helft kon je niet echt loskomen van SVOC. Dat kon je eigenlijk pas in de tweede helft. Dus dat was voor ons eigenlijk wel jammer. We hadden gehoopt dat we meer afstand zouden kunnen nemen. SVOC 01 nam in de beginfase een 1-2 voorsprong. Maar na de Peelkorf met 4 treffers op rij het beslissende gaatje sloeg. In de tweede helft liep de thuisploeg uit naar een 11-6 om uiteindelijk met 5 doelpunten verschil te winnen. Ik denk dat we op die moment soms niet geconcentreerd genoeg waren. Waardoor SVOC wel in de wedstrijd kon blijven. En we niet ver genoeg uit konden lopen dat je eigenlijk een goede overwinning hebt geboekt. 13-8 is op zich niks mis mee, maar ik denk dat we er meer hadden uit kunnen halen. Het was geen ruime zege voor de Peelkorf, dat in deze fase van de competitie wel 2 belangrijke punten kon bijschrijven. Ja, we staan gedeelde vijfde. En we willen bij de eerste 3 eindigen om rechtstreeks in de hoofdklasse te blijven. Dus het is belangrijk om punten te blijven pakken. Eerder dit seizoen liet de Peelkorf al belangrijke punten liggen. Dat kan de ploeg van coach Joop Ouderland aan het einde van de rit opbreken. Tegen Oranje-Wit, denk ik. En Prinses Irene waren we ook dichtbij, begonnen niet scherp genoeg. Ja, en de klik is voor ons gewoon altijd een lastige tegenstander. Daar zijn we meestal niet in het best te doen. En dat is gewoon jammer dat je dan ook 2 keer ervan verliest. Met nog 4 wedstrijden wordt het spannend voor de Peelkorf om de doelstelling een plek bij de eerste 3 te behalen. 5 ploegen zijn nog in de race voor de plaatsen die rechtstreeks recht geven op een lange verblijf in de hoofdklasse. Zondag gaat de Peelkorf op bezoek bij Odio, de hekkensluiter in hoofdklasse B.